Hallo, mijn naam is Roel. Ik ga je vandaag vertellen hoe je overmatige slijtage aan je riem kan voorkomen. Ik wil eigenlijk ook gelijk even aan de gelegenheid gebruik maken om alle leden van mijn kanaal te bedanken. Wist je trouwens dat je lid kan worden? Leden die supporten ons, zeg maar, op een enige kleine financiële bijdrage. Dus nogmaals, daarvoor bedankt. Overweeg jij ook om lid te worden van ons kanaal? Kijk even in de beschrijving van deze video hoe je lid kan worden en ook wat zeg maar, voordelen daarvan zijn. Verder heb ik een vraag. Wist jij dat je riem slijt? Ik neem aan dat je dat begrijpt. Maar wat doe jij eraan om te voorkomen dat die overmatig slijt? De tips zeg maar, die je nou gaat krijgen vandaag, ga je daar wat mee doen? Laat het allemaal maar eventjes weten onder in de comments, ben ik nieuwsgierig naar. Ja, een riem slijt, het is een draaiend onderdeel, dat is logisch dat dat slijt. En eigenlijk is de twee belangrijkste punten die je kan aanpakken om in eerste instantie slijtage te voorkomen, dat is allereerst schoonmaken, hè, dus gewoon het goed reinigen van de aandrijving. Het is namelijk zo dat zand zich in de tandjes van het rubber drukt, waardoor zeg maar, het oppervlak van het rubber niet meer mooi glad is, maar eigenlijk een soort schuurpapier wordt. En daardoor krijg je dat die tand langs het tandwiel van of langs de tand van het tandwiel schuurt en daardoor zeg maar, leidt tot slijtage. Ik zal het eventjes proberen te laten zien. En dus je kunt je voorstellen dat elke keer op het moment dat de tandwiel draait en dat komt elke keer langs elkaar en dat daar zand tussen zit, dat dat dus schuurt. En daarbij denken mensen altijd, dan schuurt toch de riem kapot, want die is zacht. Maar dat is dus niet zo, want juist omdat het zacht is, duwt het zand zich in de riem en schuurt het tandwiel kapot. Nou, dat kun je ook zien, hè, want als je dus bijvoorbeeld deze twee tandwielen bekijkt, dan zie je dat het nieuwe tandwiel een hele dikke tand heeft en dat eigenlijk het oude tandwiel een helemaal afgesleten tand heeft. Dus schoonmaken van je riem is eigenlijk het allerbelangrijkste als het gaat om het verlengen van de riemaandrijving of preventief zeg maar voorkomen dat die overmatig slijt. Het tweede is de riemspanning. Wanneer een riem te slap hangt, dan zie je eigenlijk dat de tandjes van de riem niet mooi uitkomen op het tandwiel, maar dat ze als het ware tegen de tand gaan aanlopen. Ook dat zal ik toch even proberen even zo te laten zien. Kijk, wanneer ik hem goed strak hou, valt het altijd mooi in elkaar. Maar wanneer de riem wat slap hangt, dan krijgen we een beetje dit effect. En op het moment dat we dit effect krijgen, krijgen we zoveel zijlingse druk op de tand van de riem, dat die na verloop van tijd van de riem gaat afscheuren. Dus op die manier kun je zeg maar door de juiste riemspanning kun je eigenlijk de overmatige slijtage van je riem gaan voorkomen. Nou, daarnaast heb je natuurlijk de riemlijn. Dat is wat lastiger om dat zelf te doen. Dus ik ga ervan uit dat je dealer zeg maar, ervoor zorgt dat de riemlijn optimaal is. Maar wanneer die niet optimaal is, krijgen we ook slijtage van de riem en gaat die na verloop van tijd stuk. Ja, dan heb ik nog een beetje een ander dingetje wat je wel zelf kan, maar wat ik hoop dat je dealer dat bij onderhoud doet. Je ziet aan dit tandwiel zeg maar, dat de tandjes op deze plek vrij dun zijn. En dat wanneer ik de tandwiel ongeveer 90 graden draai, dat deze tandjes duidelijk nog wat breder zijn. Dus op bepaalde punten zijn de tanden meer versleten dan op de andere punten. Nou, dat is niet zo heel ingewikkeld. Dat heeft te maken met het feit dat jij niet op 360 graden rondom evenveel kracht uitoefent, maar dat je eigenlijk elke keer duwt. Dus op die duwpunten, daar slijt jouw tandwiel meer. En die ongelijkmatige slijtage van je tandwiel leidt tot een ongelijkmatige spanning van je riem. En je raadt het al, de riemspanning is belangrijk. Dus uiteindelijk krijg je een punt waar je riem strak hangt en een punt waar je riem slap komt te hangen. Dat wil je dus niet. En om die reden kun je dat voortandwiel elke 2,5 tot 5000 kilometer zeg maar 90 graden verdraaien.
zodat uiteindelijk de slijtage van het tandwiel gelijkmatig plaatsvindt en je op die manier zeg maar overmatige slijtage van je riem en je tandwielen voorkomt. Dus dat is iets dat je kan je in principe zelf, denk ik, zitten vaak 4 of 5 bladbouten, zoals we dat noemen, waar de tandwiel mee vast zit, kan je een kwartslag draaien. Je kan ook gewoon je dealer verzoeken om dat te doen. Nou, dus per saldo, om de overmatige slijtage van je riemaandrijving zeg maar, te voorkomen, schoonhouden, riemspanning op orde houden en de riemlijn goed laten controleren door je dealer. En de ongelijkmatige slijtage van je tandwiel aan de voorkant voorkomen door dat elke keer 90 graden te draaien, elke 2.500 tot 5.000 kilometer dus nogmaals. Nou, ik had aan het begin van de video de vraag gesteld in hoeverre jij je daarvan bewust bent en in hoeverre het zo is dat je zeg maar de tips die we je nou gegeven hebben ter harte gaat nemen en er ook wat mee gaat doen. Laat het allemaal maar weten onder in de comments. En ik wil nogmaals alle leden van mijn kanaal bedanken voor hun lidmaatschap. Overweeg jij ook om lid te worden van mijn kanaal? Kijk dan eventjes in de beschrijving van deze video hoe je lid kan worden en ook wat de andere voordelen daarvan zijn.